Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van donderdag 26 juli. Het is bloedheet in Nederland. De temperatuur is in het zuiden van het land inmiddels al opgelopen naar zo'n 36 graden. En misschien komt er nog wel een graadje bij. Betekent ook dat er vandaag echt sprake is van een landelijke hittegolf. Want we hebben nu in de beeld drie tropische dagen gehad. In het zuiden en zuidoosten van het land is het al vaker tropisch warm geworden. Hier zien we de temperaturen zoals die waren rond een uur of twee. Heel veel keer 35 graden. En zoals gezegd in het zuiden lokaal ook 36 graden. Er kan dus nog een enkel graadje bijkomen. Maar er ontstaan ook stapelwolken. En er kan lokaal een onweersbui tot ontwikkeling komen. En het kan best een stevige onweersbui zijn, die flink wat water brengt in korte tijd. Temperaturen liggen vanavond nog lang boven de 25 graden. Sterker nog, aan het begin van de avond is het nog 30 graden. De loop van de avond gaat dan het kwik iets dalen, maar het zal niet heel veel zijn. En vannacht moeten we er ook gewoon rekening mee houden dat we een tropische nacht krijgen. Temperatuur die ligt zo tussen de 20 en de 22 graden. En woont u in de grote stad, dan mag u daar gerust 2 tot 4 graden bij optellen. Erg warm dus komende nacht. Het zal moeilijk zijn om lekker te slapen. Verder zijn er brede opklaringen en wat wolkenvelden. De meeste buien die zijn dan inmiddels al verdwenen. En ik zeg meeste buien, maar er ontstaat eigenlijk maar een enkele bui nog. Later vanmiddag en vanavond. Morgen opnieuw zo'n zeer warme dag met temperaturen rond de 35 graden. Op een enkele plek misschien 36 graden. Al met al net een graadje minder dan vandaag, zoals het er nu naar uitziet. De wind die waait weer uit het oosten is overwegend matig. En net als vanmiddag kan er hier en daar een zeewindje opsteken op de stranden. De kans op een onweersbui is morgen iets kleiner, maar nog niet helemaal verdwenen. Ja en dan? Dan gaat het weerbeeld veranderen. Want zaterdag krijgen we te maken met een storing. Die trekt van west naar oost over het land en die brengt buien. Sommige buien zullen gepaard gaan met onweer, en het ziet eruit dat in vrijwel heel het land ook een paar van die buien gaan vallen. Voor de buien uit wordt het in het oosten van het land nog wel warm, zo'n 28 tot 29 graden. Uiteindelijk brengen die buien dus verkoeling en vanmiddag klaart het vanuit de westen op. En dan is de temperatuur zo tussen de 23 en 26 graden. Zondag blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog met temperaturen in de middag tussen de 25 en 28 graden. En dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. En maandag neemt dan de kans weer op een enkele bui toe. De temperatuur is nog een beetje onzeker, waarschijnlijk tussen de 25 en 30 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.